Ik ben een koffer vol talent en eigendom van de koning. Hij heeft mij gevuld met mooie dingen voor mensen. Ik ben benieuwd wat ze met mij doen. Ik reis nu door het land Colombia. Colombia is prachtig, maar er is hier ook heel veel kapot gemaakt. Allerlei groepen vochten tegen elkaar om land en om macht. En mensen leven nu nog met heel veel angst en verdriet. Toch gebeuren hier hele mooie dingen. Dit is het kleine dorp Betania. Ze zijn daar goed in het werken met koeien en paardrijden natuurlijk. Ook de kerk heeft een paar koeien. En kijk, nu zijn er ook kalfjes. De kerk deelt melk van deze koeien uit aan arme of zieke mensen. Soms verkopen ze een koe. Het geld gebruiken ze dan om arme kinderen naar school te laten gaan, zodat zij hun talenten en mogelijkheden leren gebruiken. Via de bergen en over de rivier kom ik in het stadje Valencia. Ook hier is veel gevochten. Er zijn vaders ontvoerd en nooit meer teruggekomen. Daar ontmoet ik Elianis. Ze zingt graag in de kerk en kan ook heel goed voor mensen zorgen. Als ze me open heeft gedaan, pakt ze een beertje. Ze zegt: ik heb dit poppetje gekozen omdat ik het kan knuffelen en omdat het liefde kan geven aan anderen. Zo kunnen we in de wereld goed doen voor mensen. Met liefde is alles mogelijk. Elianis wil later dokter worden. Dag Elianis, mooi dat je anderen iets geeft van je liefde. Ik reis verder naar de stad Ibagué. In die stad zijn grote wijken waar mensen wonen die gevlucht zijn voor het geweld. Van afval maken ze kleine hutjes en bouwen later huizen. Veel ouders hebben geen werk en kunnen moeilijk voor hun kinderen zorgen. Ze leven veel op straat. En daar wordt vaak gevochten en gestolen. Toch is er midden in de wijk een plek van hoop. Een man en een vrouw zijn 10 jaar geleden in hun huis gestart met kinderwerk. Nu komen er ruim 70 kinderen die liefde en aandacht krijgen. Mensen uit de kerk maken voor alle kinderen een lekkere maaltijd. Anna Maria is 16 en gaat elke week naar deze wijk. Andere mensen snappen niet waarom ze met deze kinderen werkt, maar zij vindt het fantastisch. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk. Een paar kinderen hebben haar zelfs geslagen. Ze houdt gewoon ontzettend veel van deze kinderen. Dat zie je zo. Uit mijn bagage kiest zij de eierwekker. Ze zegt: door mijn tijd te geven aan de kinderen in deze wijk, kan God iets in hun leven veranderen. Terwijl ik vol bewondering naar Anna Maria kijk, heeft Christian, een rustige jongen van 13, al een poosje naar mij zitten kijken. Hij kiest de verrekijker en zegt: ik wil goed om me heen kijken of er mensen zijn voor wie ik iets kan doen. Aan het einde van mijn reis beland ik in de hoofdstad Bogota, waar miljoenen mensen wonen. Het verschil tussen arm en rijk is erg groot. Dominee German wil daar iets aan doen. Iedere dag na school zijn de armste kinderen uit de buurt welkom in de kerk. Ze krijgen eten, worden geholpen bij hun huiswerk en ontdekken welke talenten ze hebben. Dominee German vraagt mensen die zelf problemen hebben gehad en dus weten wat de kinderen meemaken om hierbij te helpen. Bijvoorbeeld Sebastian. Zijn vader is verslaafd aan drugs. Elke dag praat hij met Jessica, die zelf ook heel erg verslaafd is geweest.
De mensen van de kerk in Colombia zetten hun talenten in voor anderen. Ze delen wat ze van God gekregen hebben. Dat verandert zelfs het leven van mensen. Nu ben ik weer in Nederland. Ik hoop dat ook daar mensen de talenten van de koning gaan delen. Ook jij bent een koffer met talent. Welke gewone en mooie dingen kan jij delen met de mensen om je heen? Oh ja, en de groeten van de koning.